Hey mensen van Metup Games en welkom bij een nieuwe Pokémon Fire Red aflevering. De vorige keer hebben we Mount Moon verslagen en nu gaan we naar Cerulean City. Nou is er hierboven nog een item. Een Great Ball. En dat is een van de items die ik heb opgezocht. Zoals ik al een aantal afleveringen heb gezegd. Er is trouwens ook nog eentje hier beneden geloof ik. Ja hoor. Hier is er een Raspberry. En dan is er nog één item en dat is hierboven. En dat is Roar. Niet dat ik hem echt ga gebruiken, maar ik heb hem toch maar eventjes dan. Dan is er nog wel de keuze om hier bij deze vechters Mega Kick of Mega Punch te leren. Ik ga op dit moment dit overslaan. Maar ik wil gewoon even zeggen, ik weet dat ze er zijn. Alleen met een andere Pokémon die ik later krijg, wil ik deze moves leren. Op dit moment nog niet, want je kunt ze geloof ik maar ook één keertje aankomen met ik wil move leren. Maar ik weet dat ze dus er zijn, alleen ik sla ze expres over. Want ik heb daar niks mee. En nou ik iedereen hier heb gehad, want ook deze trainer, daar kan ik niet bij komen. Dat kan pas helemaal als je daar surf hebt geleerd. En voor zover ik weet, mis ik hier ook geen items. Heb ik er geen overgeslagen, geen hidden items vergeten. Dus kan ik hier deze ledge omlaag springen. Want het probleem is wel, als ik via deze ledge omlaag spring, kan ik niet meer terug. Dus wacht even, laat ik dan eventjes hier opslaan. Dus mocht ik iets vergeten, kan ik hier nog terugkeren. En nu ik dat gedaan heb, ben ik ready om hier overheen te springen. En te gaan naar Cerulean City. En er is al meteen trouwens één hidden item te vinden hier in deze stad. Die ik dan ook meteen zal pakken. Kom op, ga daar eens in. En dat is via het huis van deze man. En deze man... Only skill trainers can collect Pokémon badges. This is the badge man. I see you have at least one. Those badges have amazing secrets, did you know? Now then, which of the 8 badges should I describe? Doe maar geen één. Come visit me anytime you wish. Ik wilde gewoon alleen laten zien dat je dat deed. Dat jij zo'n dude bent die alles uitloopt te leggen. Maar waar ik nu sta, en als ik daar eventjes naartoe kan kijken, er ligt een rare candy. En dat is misschien wel de meest bekende rare item of hidden item die er is. Die heb ik nog niet zoveel opzoeken. Daar wist ik gewoon dat die er was. En dan hebben we hier ook nog een man. I concoct a variety of medicine from berry powder. Using good berry powder, I can make any kind of medicine. Now tell me, have you got any interest in berries? Ja hoor. Oh good for you. Then I have just a thing. Ik krijg een powder jar. There's something new on the second floor of the Pokémon Center's at the direct corner. They installed a wireless adapter machine from crushing berries. This is where you come in. I have a favor to ask. One that I can entrust only to you. Alleen ik. Alleen ik. Je hebt een hele wereld, maar alleen ik kan dit voor hem doen. Could you make berry powder for me using that machine? Don't forget, the machine is at the direct corner of the Pokémon Center. I'll concoct medicine for you if you bring me some berry powder. Don't forget, crush berries into berry powder and bring it to me. Oké, is goed. Nou, we dat hebben, in ieder geval kan ik dan in de Pokémon Center wel laten zien wat dat uiteindelijk inhoudt. Terwijl ik daar ook heen ga om, als ik daar even in mag, te healen. Want het is wel nodig. En zo zijn we hier. En dan is er, als het goed is, dus een machine, als ik hier naar boven toe ga, in de hoek geïnstalleerd. Hello, my name is Tila. This must be your first time up here. Ja, maar dat komt omdat ik eigenlijk al wist wat er was, maar laat maar. I'll show you how to wireless... First I need to show you this floor of Pokémon Center Registry, please. On the top floor there's two rooms. First, the room on the left is the Union Room. You may link up with friends around you who have also entered the Union Room. With them you may do things like chat, battle and trade. Second room on the right is the direct corner. You may trade off. Ik heb dit al zo uitgelegd aan mijn kijkers. En bekend is er al dat wanneer ik dit doe en ik hierboven kom, ik kan battelen en traden. Maar niet als ik in een emulator zit. Dat werkt niet.
Er is hierboven wel nog een PC, maar die moet ik niet hebben. En er zou hier ook iets geïnstalleerd moeten zijn. Een powder machine. Maar this is not it. Er zou hier een powder machine moeten zijn. De top floor, zei hij. De top floor, heeft hij zelf gezegd. I don't know, maar in ieder geval, het zal allemaal ook wel. Ik ga gewoon verder met de game, want ik was toch eigenlijk niet echt van plan. Ik wil het graag aan jullie laten zien, maar ik ga het toch niet gebruiken, dus ja. My husband likes trading Pokémon. You're collecting Pokémon for your Pokédex, aren't you? Would you please trade with him? Nou, dat zou ik misschien wel kunnen doen, maar wat heb jij voor mij in de aanbieding? Hello there, do you happen to have a Poliwhirl? Nee. Would you agree to trade to a Jinx? Laat me de reacties achter of ik misschien een Poliwhirl moet proberen te vangen, hè? Om een Jinx te krijgen. Dan mogen jullie dan in de reacties wel even roepen of jullie dat cool lijkt of niet. Maar ik heb hem niet, dus ik kan het niet eens doen als ik het graag wil. If the Slowbro wasn't there, you could cut down that small tree. That way you could get to the other side. I think there's a way around it though. Dat gaat dan over deze. Slowbro turned away. Slowbro punch. No, you blew it again. Je moet ook niet punchen, je moet cutten. I want a bright red bicycle. I'll keep it at home so it won't get dirty. Waarvoor wil je een fiets als je hem niet gaat gebruiken? You're making an encyclopedia on Pokémon. That sounds amusing. Well, it... Yeah. You're a trainer too? Collecting, battling? It's a tough life, isn't it? Oké, en dan is er hier nog een gym ook. Maar die gaan we niet in. Ik heb trouwens mijn Pokémon net geheeld, toch trouwens? Ja hoor, dat heb ik. Want, ik wil namelijk hier naar boven toe. Ik wil namelijk de Nugget Bridge Shop. En, hier is nog een huis. The people here were robbed! Oh no, ze zijn beroofd. It's obvious that a Team Rocket is behind this most heinous crime. Even a police force has trouble with the Rockets. Schat voor je, man. Schat voor je. Hier beneden hebben we trouwens ook nog huizen, bedacht ik mijzelf ineens zo. Hier is nog een man. Hallo, man. Too much time. Too little to do. It's nothing entertaining happening anywhere. Nou, je kunt meekijken met mij op mijn reis op Pokémon. Nou, wacht even. Ik heb nog een leuk YouTube-kanaal. Macked Up Games. Moet je eens opzoeken. Zegt leuk, man. Zegt leuk. Oké. Hey, hoe gaat het met jou vandaag? Ik kan bij jou geen Great Balls kopen. Alleen nog maar Pokeballs. En die heb ik nog eigenlijk wel gewoon genoeg eigenlijk in principe, zeg maar. Maar wat ik wel bij jou kan kopen is Super Potions. En die heb ik nog in één. Wacht even. Nee, ik wil meer dan één kopen. Hoeveel kan ik er maximaal kopen? 11. Nee, vind ik er 5 genoeg. 5 vind ik er genoeg. Potions. Die koop ik nog 2 bij. Dan zit ik daar ook op 5. Heb ik die ook mooi. Antidote. Er maar eentje. Vind ik goed genoeg. En een Paralyzed Heal en een Awakening. En een Burn Heal en een Escape Rope en een Pijl. Ik moet ze allemaal niet. Kan ik nog iets verkopen bij jou? Ik heb er een Star Piece gevonden. En dat is in principe weinig anders dan het kan voor heel veel monies verkocht worden. Hoppakee. En de Ether is om PP aan te vullen en die wil ik dus best wel graag bewaren. En voor de rest had ik geloof ik niet zo heel veel. Ik heb hier een Doomfossil, maar die kan ik niet kopen, verkopen. Ik heb een Powder Jar. Maar ook daar kan ik geen ene klote mee. Dus ja, nee, dan zou ik zeggen, see you later, alligator. We gaan gewoon door naar de Nugget Bridge toe. Aangezien, want dat is wel, voor de mensen die het niet weten, je kunt hier wel een fiets krijgen, maar hoeveel kost een fiets? Hey, welkom bij de Bikeshop. Ik wil graag een fiets. 1 miljoen! 1 miljoen Pokédollar! Je bent helemaal gek geworden of zo. 1 miljoen Pokédollar. Nou, dan pak ik geen fiets. Flik de schouw op. 1 miljoen Pokédollar voor een fiets. Wie vraagt er nou 1 miljoen Pokédollar voor een fiets? Jezus zeg, ik ga gewoon naar boven lopen. Oh. Gary zegt, yo, Mr. You're still struggling along back here. I'm doing great. I caught a bunch of strong and smart Pokémon. Dat is goed voor mijn stem, die Gary, man. Here, let me see what you
God, Magdurp! Nou, ik heb me toch een paar leuke Pokémon gevangen ondertussen. Want jij had de vorige keer alleen een Pidgey. Maar ondertussen heb je alweer 2 extra Pokémon. En je Pidgey is veranderd in een Pidgeotto. Nice. Lekker bezig, man. Maar ja, ik denk dat het nog steeds een beetje wel... Ja, hij is nog steeds heel sterk. En dat is iets waar ik niet al te blij mee ben. Maar jij bent wel paralyzed. En dan krijg je nu nog een donderschok over je heen. Oh, die deed niet veel. Hopelijk krijg je heel... Oh, nee. Tuurlijk een fucking quick attack die me meteen sloopt. Oh, you must be kidding me. Ik zet Jordi wel even in. You must be kidding me. I fought this fucking the wrong time. Ik ben echt veel te vroeg begonnen met deze battle. Ik had eigenlijk misschien nog beter ervoor kunnen trainen. Oh, god. Oh, sand attack. Nice. Oh, fucking course. Als je nou eens gewoon daadwerkelijk paralyzed kan raken van die fucking paralyzed die je dus eerder hebt gehad, zou ik dat fijn vinden. Dit doet echt helemaal niks, hè. Hij is wel paralyzed. Hij is wel paralyzed, dus doe dat langzamerhand een beetje. Ik ga wel gewoon naar tackles. We gaan gewoon tackelen. Ik mis! Goddammit. Nee! Als je de volgende tackle nog gewoon even kan raken, Bulbasaur, alsjeblieft. Oh god. Oh, is hij wel paralyzed. Thank god. Thank god. Thank god. Ik ben veel te vroeg begonnen aan deze... 1 HP! 1 HP! Kom op, zeg. 1 HP was er nog nodig om te slopen. Dat was 1. Nog 3 te gaan. Wel level 16. Nice. Level 16, Jordi. Oeh, dat betekent zometeen niets. Maar Charmander, oh, wegwezen, doei, de ballen! Eens even kijken wat we daar tegen gaan gebruiken. Ik gebruik het liefst de Jack, die is mijn hoogste level. En ik heb voor de rest niks sterks tegen hem. Dus, yo, Jack, what up? What up? Hey, what up? Even kijken, oh, mijn telefoon is gewoon dood. Nice, nou heb ik geen timer meer. Ik heb geen timer meer, mijn telefoon is zonder batterij op dit moment. Ik heb geen telefoon. Ah, nou dan heb ik geen timer. Dat is pech! Timer weg. We gaan Fury Attacks doen. Kom op, jongen. Hoezo heb je trouwens een level 18 Charmander nog steeds? Fuck dat evil! 4 keer, alsjeblieft. 4 keer. 3 keer. Auw. Rip Jack. Rip Jack. Dit was niet slim. Ik ben echt veel te vroeg begonnen aan deze battle. Ik had eerst moeten levelen. Oh, waarom ben je zo snel? Ik ben al burnt ook! Dan is de volgende Ember sowieso dead. Oh, thank you voor de critical. Maar de volgende is dead, want hij is sneller. Eerst had ik nog misschien van, misschien overleef ik het, maar... Holy shit, het gaat echt slecht. Dit gaat zo slecht. Ik heb het gevoel dat ik hier gewoon ga verliezen, jongens. Omdat ik veel te vroeg ben begonnen hieraan. Wat een sterker. Wait a sec. Even, wat was sterker gewoon? Gewoon qua move. 35. 30. Maar dat is wel dan 2 keer raak. Dus ik ga voor de double kick. Oh. Ah, come on! Sterf nou! Ik heb dadelijk dus een Metal Claw. Fucking course. Nu raak je poisoned! Nu! I've only got Jordi left. Ik moet een revive gaan gebruiken. Hij heeft wel... Abra. Als hij een psychic move erop heeft, heb ik dus een probleem. Maar ik weet, ik geloof dat hij ook in deze game Abra nog alleen maar teleport kan leren. En voor de rest helemaal niks. Dus heb ik als het goed is wel tijd om 1 Pokémon te reviven. Wat had hij na Abra ook alweer? Ik weet even niet meer wat hij na Abra heeft. Oh, dat weet ik wel. Oh, maar dan gaat Mankey. Mankey moet, ik weet het weer. Ik weet weer. Teleport, ja dat gaat dus niet. Dus ik heb gewoon tijd om even te healen. Ik heb alleen geen revives meer, want die heb ik niet gekocht. Maar ik ga dan wel even lekker healen. Want mijn god zeg, ik heb gewoon even de tijd omdat hij alleen maar teleport kan. Is het een easy takeout? Nogmaals, ik heb helemaal geen revives meer. En die had ik nu heel graag gehad, want dan had ik nog een paar Pokémon gerevived.
Maar dat hebben we nu niet. Ik ga Leech Seed gebruiken op jou. Omdat jij toch nergens heen kan. En ik op deze manier dan mijn levens van jou terugkrijg zonder dat mijn potion kost. Hey. Hoppakee. Leech Seed doet helemaal geen ene rol. Ik kan je wel een slaap sussen, hè? Ah, doe ik gewoon. Doe ik gewoon. Vind ik leuk. Hier. Slaap, abra, slaap. Daar buiten loopt de Marie. Oké. Even wat levens terug. En dan ga ik tackelen. Want ik heb hier maar 18 op. En hier heb ik meer op. En hij slaapt toch al. Dus hij kon al sowieso niks doen. Maar nu slaapt hij ook daadwerkelijk. Iets wat Abra in principe ook het liefste doet. Slapen. Zo, klein beetje HP terug. En dan tackle ik jou. Nu als het goed is dood. Heb ik wel bijna allemaal HP terug. En ik denk dat ik dan ook de volgende Pokémon gewoon een slaapzus meteen ga proberen te doen. Level 17 Jordi. Very nice. Dat maakt hem iets sterker. En hij had een Rattata. En dat wist ik. Dat dacht ik ineens aan. Toen dacht ik van dan moet ik mijn fighting Pokémon hebben. Voor mocht dit fout gaan. Gelukkig hij doet geen Hyperfang. Want dat is echt slopend. Dat sloopt je helemaal kapot. Maar wel te rusten. Slaap, Rattata, slaap. Daar buiten loopt de Fluffy. Oké, jij gaat ook het Leech Seed krijgen. Want ik ga jou echt niet slopen. Ik heb het een beetje gehad met jou, Gary. Ik heb het een beetje gehad met jouw irritante gedrag. Deed niks. Oké, I don't care. Weet je wat? Fuck it, ik ga gewoon aanvallen. Hoppakee, op je mel. Ik heb mijn revive dadelijk helemaal niet eens nodig. Maar ik wilde toch voor de zekerheid even hebben. En ik maak het nog met een tackle. Hij slaapt nog steeds. Ik had Jordi vanaf het begin moeten inzetten. Dat had me een heleboel Pokémon en revive geschild. Nice. Rival Gary is defeated. Hey, take it easy. Nee, jij take it easy. Ik had nog maar één Pokémon over. Jij sloopt ze allemaal de moeder. Jij moet je mouw houden. Ook wel is het meer mijn eigen fout dat ik te vroeg begon. You won already. Nou, onthoud het maar. Geef me je money. What? Jordi is evolving? Oh my god. Jordi Balba wordt Jordi Ivy. Want wij krijgen van... Is dat Balbasaar? Die evolueert. Vanaf level 16 is het trouwens. En Ivysaur! Yes! Congratulations! Jordi evolved into... Ivysaur. Hey! Sorry, dat was de verkeerde stem. Hey, guess what? I went to Bill's and got him to show me his rare Pokemon. That added a lot of pages to my Pokédex. After all, Bill's world famous as a Pokémaniac. He invented a Pokémon storage system on PC2. Since you're using his system, you should go thank him. Well, I better get rolling. Smell you later! Doei Gary. Oh, daar is hij weer. Oh yeah, right! I feel sorry for you. No, really, you're always plotting behind me. Ik versla jou, terwijl ik zo goed op de nacht loop. Fuck jou. So here, I'll give you a little present as a favor. Een fame checker, nice. A chatty gossip like you, that thing's perfect. I don't need it because I don't give a hoot about others. Alright, this time, I'm really gone. Smell ya! Fucking bitch het is. In ieder geval ga ik wel mijn Pokémon healen, want ze zijn allemaal zo'n beetje allemaal een beetje dood. Dus als ik hierin kan gaan, zou dat fijn zijn. Dankjewel. Maar goed, in ieder geval, Bill is dus degene... Pardon de boer, die dit maakt. Dit is zijn ding, zijn systeem wat ik gebruik. Maar goed, ik heb dus nu een Ivysaur en dat is al heel cool. Dat is Jordi al geëvolueerd is. Ik ben wel even benieuwd trouwens. Hij werd level 17. Heb ik daardoor iets gemist toevallig? Ik ga ze even eens opzoeken. Nee, als het goed is heb ik geen moves gemist daardoor. Dus daar ben ik wel blij mee. Nice. Wel, omdat ik geen timer heb, heb ik geen flauw idee. Dus hoe lang ik nog bezig ben met deze aflevering. Of hoe lang ik nog heb met deze aflevering.
Dus ik denk dat ik gewoon voor de zekerheid voor de komende tijd eventjes nog wat Pokémon ga trainen. Omdat ik er dus achter kwam dat ik ver underleveld was vergeleken met Gary. Dus wordt het tijd dat ik hier op Route 4 even wat ga trainen. Het is echt nodig om te trainen. Jezus, ik heb één Pokémon aangevallen en hij sloopt me al bijna. Ik kan gewoon de Rattatas niet aanvallen omdat die te sterk zijn. Ik moet het echt houden bij deze Pokémon. Anders word ik gesloopt door iedereen. Level 13. Level 14. Nice to have Sparky on level 14. En level 15 ook op Sparky. Mooi. En dan let die Double Team. Kan ik misschien wel voor die grap erop zetten bij Quick Pass? Nee! Ik tikte dubbel. Ik weet zeker dat ik dubbel tikte. Ik dacht voor de grap op Tail Whip. Ik ben mijn Quick Attack kwijt. Maar ik heb niet opgeslagen, hè. Of ik moet zeggen, ik ga weer Gary helemaal opnieuw doen. Dus jongens, ik ga al eventjes Gary even opnieuw doen, want dit was niet de bedoeling. Oeps! You know what? Ik kan niet naar boven lopen en ik kan Gary pakken. Maar wat ik ook kan doen is eerst gaan levelen. Want ik kan wel meteen zeggen, ah fuck it, ik doe Gary wel opnieuw. Maar ik ga eerst levelen en dan ga ik gewoon Gary's battle dan maar eens even, dan maar offscreen dan daar laten doen. Maar eerst even zo dat ik toch wel even ga levelen. Oh, dit wordt weer een heleboel gedoe om hem weer terug naar level 15 te krijgen. Dat is in ieder geval weer level 13. Level 14 ben ik ook weer. Mooi, hè, gaan we weer. En we zijn weer level 15. Zo, dat heeft me weer zo'n 5 minuten gekost om hier weer terug te komen. Double team. Do you want to learn it? No. Fuck. Double team. Dankzij jou ben ik weer 5 minuten pijl van mijn leven kwijt geweest aan het fucking opnemen van dit. Oké. Stop learning, double team. Ja, ik wil nooit meer van mijn leven double team. Goed, dat is in ieder geval de sterkte die ik Pikachu wou hebben. En de rest is eigenlijk ook allemaal wel zo'n klein beetje. Oh, Jordi is ook weer niet nou geëvolueerd. Oh ja, dat is waar. Ah, fuck it, dat doen we wel in die battle met Gary. Ik wilde alleen mijn Pikachu wat sterker maken, zodat ik tegen die Pidgeotto dan iets sterkers heb. We gaan het nu gewoon doen en ik ga dit niet helemaal weer opnieuw aan jullie laten zien. Alleen de belangrijke dingen in de battle laat ik dan nog terugkomen. Hier, dit doet een Thundershock, meteen critical, thanks! Nou, dit wordt al een stuk makkelijker battle, heb ik zo het gevoel. Dat is best pijn, maar deze Kratachop zou genoeg moeten zijn. Abra! Dat vind ik goed hoor. Mag je gewoon inbrengen. Het enige wat ik ga doen is eventjes wel terug. Ik ga naar Balba. Ik ga naar Jordi. Vanwege dat als ik namelijk Jordi weer inzet en een Leech Life gebruik, dan krijg ik weer of een Leech Seed, dan krijg ik weer van alles een Pokémon met de levens als het goed is. Klopt het? Dat als ik nu weer terug ben naar een andere Pokémon dat die Leech Seed dan werkt voor de andere. Laten we erachter komen. Ja hoor. Nice. En zo kan ik met hem gewoon Tail Whips gaan blijven doen. En dan hield hij mij gewoon met al zijn levens. Zo. Dat gaat zich spelen voor Sparky. En ook voor Jordi. En dan gaat hij nu Charmander gebruiken. Nee, ik blijf erin. Ik blijf er gewoon in met Pikachu. Want Pikachu gaat nou toch zo lekker. Dat betekent dus wel dat we geen Ivysaur meer hebben. Die gaan we dus nog eens een keer opnieuw moeten krijgen. Want deze battle ging dus heel anders. Hohoho. Hey. Doe eens normaal. Oh, en een Fury Attack is genoeg. Hoppakee, level 16 voor Sparky. Goed, nu we al die onzin weer hebben gehad. En ik dus eigenlijk kom weer terug ben op precies hetzelfde plekje. Alleen dan met een hele veel sterkere Pikachu. En geen sterke Bulbasaur. Of Ivysaur. Ik ga toch nog even. Ik moet Ivysaur. Ik heb hem al gekregen. Ik ga hem dan eventjes naartoe trainen. Ja, daar gaat Bulbasaur weer naar een Ivysaur toe. Dit heb ik net eigenlijk al gedaan. En hij moet nu alleen nog naar level 17. Yay! Jordi is een Ivysaur. Nice! Ik heb trouwens net de Pokédex entry helemaal niet gelezen van Ivysaur. Dus laat ik dat dan nu eventjes doen. Ivysaur! There's a plant bulb on its back. When it absorbs nutrients, the bulb is set to blossom into a large flower. Nice! Helemaal mooi.
Helemaal mooi, dan ga ik hem nog even naar level 17 brengen. En hij is weer level 17 en dat is het level waar ik hem net ook al op had, dus ik ben weer helemaal terug. In principe heb ik geloof ik iedereen weer op zijn level zoals ik hem net had. En ik zal het dan ook gewoon zeggen van, nou, ik ga de rest offscreen eventjes dan nog proberen te levelen naar level 15, die Monkey en Ezekiel. En dan denk ik dat ik het daarbij gewoon even ga laten, maar dat gaan we dus nog even doen. Moet ik alleen wel de Pokémon daadwerkelijk voor opzetten. Oh, level 15 al gehaald. Ik spoel er even te snel door. Oké, okay, nou, in ieder geval hebben we dus nu al Ezekiel op level 15. Gaan we door naar Monkey. En level 15. Ook daar spoelde ik eventjes voorbij. Oké, okay, nou ik in ieder geval dus mijn team weer helemaal heb zoals ik hem wil hebben, kan ik het nu eindelijk gaan afsluiten. Ik heb totaal geen idee hoe lang deze aflevering heeft geduurd, omdat halverwege dus mijn telefoon ineens zei van, dood, ik heb geen stroom meer. En dat is sloten, maar ja, wat doe je eraan? In ieder geval hebben we nu eindelijk gedaan wat we moesten doen. Dan laat ik trouwens niet hier in de bosjes gaan staan. We hebben hier dus Gary ook al verslagen en we gaan de volgende aflevering dan ook hier naar boven over de Nugget Bridge. En daarna, als we de Nugget Bridge en alles wat er daarboven is hebben gehaald en dus even bij Bill lang zijn geweest, daarna gaan we naar beneden toe voor de tweede gym. Gymleader hier in Cerulean City. In ieder geval, de volgende keer gaan we weer verder. Voor nu, bedankt voor het kijken en ik zie jullie dan weer. Tot dan, later! Doei!